Onze economie beleeft een uitdagende periode. De groei slabakt en vele ondernemingen beleven moeilijke tijden. Maar toch is er ook hoop, want net nu kunnen vooruitziende bedrijven de basis leggen voor toekomstig succes. Moeten we bang zijn om te investeren? Moeten we bang zijn van de economisch uitdagende tijden? Wij zijn ervan overtuigd dat we net heel bang moeten zijn om niet te investeren. De wereld evolueert snel, er is de globalisering, er zijn de belangrijke trends. Wie niet investeert, die zal ook niet de kansen kunnen grijpen die net die veranderingen met zich meebrengen. Bedrijven die sterk uit de crisis komen, zijn bedrijven die typisch gezien continue investeringen hebben gemaakt, ook tijdens de crisis. Dus we staan nu onder druk, maar we moeten vooruit denken. Bedrijven die dan blijven investeren, die kijken vooruit naar een competitieve positie na de crisis. Bedrijven die willen vooruitzien en kiezen voor groei, zullen meer dan ooit terugvallen op hun ondernemerschap. Ik denk om te beginnen heb je natuurlijk ondernemerschap nodig. Zonder goede ideeën, zonder innovatie, zonder zaken te gaan ontwikkelen. Het zij producten, het zij diensten die de markt echt aantrekkelijk vindt, ga je niet kunnen groeien. Het is daarbij cruciaal om opportuniteiten te zien en de juiste keuzes te maken. Investeringsmaatschappij Gimf is alvast positief gestemd. Wij zien groei in heel veel sectoren. Alle sectoren zijn namelijk onderhevig aan die belangrijke megatrends van onze huidige wereld. Zo denken wij aan onze gezondheidszorg en alles wat daarmee te gebeuren staat. Zo denken wij aan onze maakindustrie. Deze moet slim en internationaal worden georganiseerd. Zo denken wij aan het individu, de consument. Hoe zal die worden bediend in de toekomst? Maar wij denken ook aan onze communities, aan onze cities en hoe mensen zich praktisch onderling via infrastructuur en dergelijke meer zullen gaan organiseren. Vlaanderen telt vandaag al heel wat succesvolle groeibedrijven. In de sector van de life sciences staan we zelfs aan de wereldtop. Het gevolg van doelgerichte investeringen en ondersteuning vanuit het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. VIB vond een partner in Gimf om zijn kapitaalsintensieve start-ups kansen te geven. Het belang van Gimf is velerlei. Voor eerst is Gimf een van de investeerders die sinds midden de jaren 80 actief heeft geïnvesteerd in de biotechnologie en mee aan de basis ligt van de uitbouw van deze sector hier in Vlaanderen. Anderzijds is de Gimf ook een investeerder die lange termijn denkt en die van bij de opstartfase naast kapitaal ook zijn meebouwt aan de ontwikkeling van het bedrijf door het ter beschikking stellen van zijn intern als ook extern netwerk. Maar groei komt niet alleen uit academisch onderzoek of hoogtechnologische innovatie. In mature sectoren zoals de bouw heeft het eerder te maken met consolidatie, acquisities en een lange termijnvisie. We zijn een groeiend bedrijf, we willen groeien, maar wel volgens een doordachte strategie. Niet groeien om te groeien. We kijken dan voornamelijk naar bedrijven die geografisch aansluiten op hetgeen waar we actief zijn. Maar wat heel belangrijk is voor ons, is bedrijven die cultureel inpassen in het bedrijf, die zich willen integreren in de manier van werken, in de manier van denken van Viabuild. Ook internationalisering is een belangrijke factor die het toekomstig succes van ondernemingen bepaalt, zeker voor KMO's. Het Franse webbedrijf Made in Design is een Europese marktleider in online verkoop van designartikelen. Het bereidt zijn introductie op de Aziatische markt voor, samen met investeringspartner Gimf. Gimf nous accompagne dans toutes les phases de l'évolution et de la vie de l'entreprise, aussi bien au quotidien. Donc pour exemple, ça peut être de nous aider à trouver les meilleurs prestataires sur un thème donné, mais c'est aussi de nous accompagner dans la réflexion stratégique du développement de l'entreprise, comme par exemple Gimf nous aide actuellement dans notre réflexion au sujet de la conquête du marché asiatique. De uiteindelijke doelstelling van een investeringspartnership is professionalisering en duurzame waardecreatie. Dat uit zich ook in een doorgedreven deugdelijk bestuur. Deugdelijk bestuur helpt de ondernemer die met de dagdagelijkse zaken van de onderneming permanent beslommerd is, om daar een stuk afstand van te nemen, te kijken naar welke zijn de belangrijkste uitdagingen voor mijn onderneming, waar ben ik eigenlijk op een zeer goede markt en met zeer goede producten bezig en waar moet ik bijsturen? Helpt de onderneming op een rationele manier bijsturingen te doen, keuzes te maken en uiteindelijk het belang van de onderneming op lange termijn te promoten. Wil u nog meer weten over de mogelijkheden van een investeringspartnership? Kijk dan zeker eens op de website gimf.com.